Het zal je maar gebeuren. Zit je in de klas ineens te lunchen met Pieter van Vollenhoven. Je luncht toch gewoon met iemand die lid is van de koninklijke familie. Dus dat is best wel bijzonder. Heel leuk. Hij is getrouwd met de prinses Margriet. Pieter van Vollenhoven is uitgenodigd omdat hij zelf ook op deze basisschool heeft gezeten. In de jaren net na de oorlog. Ja, kijk, de herinnering is dat ik hier natuurlijk gekomen ben in het jaar 1945. Dus ik herinner me natuurlijk een platgebrand Rotterdam. En deze school die stond er nog. Dus het was echt een hele andere tijd. Ook als ik nu kijk, het gebouw is identiek. Ik dacht alleen, maar ik ben zelf groter geworden, dat het gebouw groter was. Maar het gebouw is eigenlijk nog identiek. En de entourage ook, de omgeving is nog hetzelfde. Maar alleen vroeger waren er geen gebouwen in de buurt. De koninklijke gast komt niet alleen lunchen, hij is er ook om een tros ballonnen op te laten bij de feestelijke gelegenheid. En de vraag is natuurlijk of de zwager van de koningin vroeger een beetje ondeugend was op school. Ik denk dat ik dat later ingeschoten is. Ik was eigenlijk een best braaf type eigenlijk. De kwaadaardigheid in de vorm van onafhankelijkheid en het iets anders vinden is later gekomen. Ik ben braaf begonnen. Het was een feest om hier weer terug te zijn. 1, 2, 3.